Want u komt met een pakket aan maatregelen om MKB'ers, maar ook ZZP'ers toch tegemoet te komen. Kunt u uitleggen wat u gaat doen? Te helpen en te steunen. En ik ben zelf vorige week ook al in gesprek geweest met ondernemers in de horeca, in het toerisme. En het is niet mals wat daar gebeurt. Precies wat de heer Vonhoff zegt. Kosten gaan door. Er komt alleen geen geld meer binnen. En daarvoor hebben we dus maatregelen genomen. Vorige week al aangekondigd. Werktijdverkorting, zodat mensen niet meteen op straat komen te staan en hun salaris kwijt zijn. De Belastingdienst gaat het mogelijk maken om uitstel van betaling van belastingen te krijgen. En de borgstellingsregeling, waardoor het simpel gezegd makkelijker wordt voor ondernemers om rood te staan. Om op die manier de ondernemers de komende weken te ondersteunen om overeind te blijven. En dat is in ons aller belang, want het midden- en kleinbedrijf is de grootste werkgever in Nederland.